Hier, mooie pot. Hartstikke veel groen. Ja, mooie pot. Zeker een mooie pot. Ja, en dat kan natuurlijk veel meer. Want sinds 2015 neemt het aantal vierkante meter groen per Amsterdammer af. Ook dit jaar is het weer minder geworden. De reden is dat er steeds meer mensen in de stad komen wonen. Maar er wordt ook meer gebouwd in de stad. Hè? Dus, en als er nieuw gebouwd wordt in de stad, is het ook belangrijk om het groen daar echt onderdeel van te maken. Maar dat gebeurt niet altijd. We staan nu in de houthavens. Nou, de houthavens is ook natuurlijk zo'n plek waar meer groen kan. Het is een beetje stenig. Ik denk iets meer bomen en op meer hoeken gewoon lekkere grote plantenbakken, zou ik denken. De stad wordt warmer, natter. Dus groen helpt daarbij om daarvoor bestendig te zijn. De gemeente maakt nu 2,5 miljoen euro vrij voor een groenere stad. Op de Piet Heinkade bijvoorbeeld worden op dit moment heel veel stenen vervangen door groen. Dit is een vak waar een grote boom moet volgens ons. We dachten voor het geval de gemeente het vergeet. De gemeente zegt eigenlijk al jaren de stad moet groener en toch zien we dat het dus per inwoner steeds minder wordt. We moeten daar achteraan denk ik steeds meer vergroenen. Maar je ziet ook gewoon dat de ruimte beperkt is. Daarom kijken we ook naar bijvoorbeeld de daken, de geveltuinen. Mooie groene gevels. Ook gaat de wethouder trambanen en pleinen vergroenen. Maar Amsterdammers kunnen ook zelf iets doen. There's a lot of green here. When we first moved in, there wasn't. It was a new neighborhood. But then people started to plant their own plants. And the builders of the gemeente planted plants as well. And now it's beginning to develop. Ik heb alleen maar een balkon, dus dat is een beetje, kan niet zoveel doen. Maar die staat vol met planten, in ieder geval. Ja, het lijkt soms een druppel op de gloeiende plaat. Maar dat groen dichtbij is ook heel erg belangrijk voor de dieren en insecten die ontzettend belangrijke rol spelen om de stad gezond te houden.